Goedemiddag, mijn naam is Jos Aarslag. Ik heb een vraag voor een gezamen arts 2018. Ik kreeg gegeven hoe rekking y kwadraat min y kwadraat min y min y 0 wordt gevraagd is. Opstellingen uit formulier, de evenrechten, een cirkel, een parabool of twee tijdrechten. Dus in te herhalen, we gaan gebruiken a kwadraat min y kwadraat is a plus b maar a min b, maar we genoegd. We gaan een cirkel in deze vorm, x kwadraat plus y kwadraat min 2ax min 2y plus 0. Parabool is ax kwadraat plus 2x plus 0. Rechten van de vorm ax plus by plus c is 0. Hetzelfde rico betekent evenwijdig. Verschillende rico's zijn niet evenwijdig. Nee. We gaan eentje de vergelijking uitwerken. We gaan niet schrijven. Y kwadraat min x kwadraat. En dit wordt dan min y plus x. We gaan de tussen haakjes brengen. Min y plus x. Ja? Dan gaan we de eerste twee. Y kwadraat min x kwadraat uitschrijven als moleculair product. Hier gegeven staat. Wordt dus y plus x. Maal y min x. Dan min y plus x. Dan heb je gemeenschappelijk in beide termen y plus x. Dat kun je buiten brengen. Namelijk als je hebt a min b maal a. A maal b min a. Kun je a buiten brengen bij a b min 1. Ook hier kun je dat doen. Dus je hebt y plus x gemeenschappelijk. Dan hou je over y min x min 1 is 0. Dan merk je hier dat je twee rechten hebt. Dus zeker geen cirkel. Kun je uitsluiten. Ook geen parabool. Dat zijn er twee rechten. Namelijk, de eerste rechte y is plus x wordt gelijk aan y is min x. Of richtingsgekruimd is min 1. Ja. Oftewel, krijg je y is, je moet min staan, ja, dus min 1. Y is x plus 1, dan is rico gelijk aan 1. Dat betekent, dat je uitwerkt, dus krijg je y is x plus 1. De rico is dus 1. Die zijn niet gelijk, dan wel het rood recht niet gelijk. Dat betekent twee snijdende rechten. Het antwoord is D. Twee snijdende rechten. Dank voor de aandacht. Gewoon een keer. Bye bye.